Een hele goede morgen is vandaag zaterdag. Ik heb net even boodschappen gedaan. Dus hij ligt ook lekker in bed. Hij is echt heel erg moe van de lange reis eigenlijk gisteren en eergisteren. Dus hij ligt lekker in bed. Ik heb even boodschappen gedaan. Ik wil weer een beetje gezond beginnen te eten. Een beetje bij beetje weer alles op te pakken. Ik heb hier rode bessen. Kalkoenrollade van de halal afdeling. Ik heb weer een bloemkool pizzabodem. Koolhydraatarm brood. Tortilla wraps. Ik heb kalkoenham. Ik heb druiven. Mango. Fijn gesneden ijsbergsla. Tomatensaus. Bio hummus. Ik hoop dat deze lekker is, want mijn merk is al lang uit de schappen. Komkommer. Tonijnsalade. Tomaat. En ik heb voor de verandering even een normale amandelmelk. Want normaal gesproken koop ik altijd de ongezoete versie. Maar ik ben net een beetje gestart met gezond eten. Dus ik wil gewoon even de normale voor nu. En dan een beetje afbouwen. Ik heb lekker citroen. En ik heb 2 keer vis. Dat is Alaska koolvis met heel veel zomerse groenten. Echt super lekker. En als ik even niet weet wat ik moet koken, doe ik deze gewoon even in de oven. Ik denk dat het vandaag zondag gaat worden. Ja, dat een beetje. Voor de rest wil ik jullie even laten zien hoeveel pakketjes ik straks allemaal moet ophalen bij de buren. 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb ik hier nog een brief van OCS, Overseas Courier Service. En nog een brief van FedEx, allemaal voor pakketjes. Zo. Ik heb mijn hele koelkast geleegd en ik ga hem even echt goed schoonmaken, want dit ziet er echt niet uit. Zo, lekker clean. Nu doe ik even alle spullen er weer in. Ik heb niet veel boodschappen gedaan, het is gewoon heel erg simpel, even zo. Ontbijt, fruit. En brood en wraps. Zo, ik ga even ontbijt maken voor ons. Het wordt hem. We hebben een wrap. Waarom heb ik het gevoel alsof deze heel erg klein zijn? Zo. En als laatst een beetje sla. Voor de mensen die het normaal ook eten. Kijk hoe klein deze wrap is geworden. Hij was echt veel groter. Nou, breakfast of the day. Dit maakt me echt gewoon zo happy. Lekker healthy. Inmiddels heb ik lekker gedoucht en mezelf even opgefrist, mijn make-up gedaan, mijn haren gedaan. Nesim is serie aan het kijken zoals je hoort. Hij vindt mij heel irritant, dus dat heeft het geluid. Ga je wachten tot ik weer stop met praten? Nou guys, Nesim vond mij heel irritant, want ik stoorde hem tijdens het serie kijken. Dus ik dacht, ik ga even lekker naar buiten doen en ga ik even mijn zin afmaken. Ik ga even mijn nagels doen. Er zat helemaal geen tijd voor mij om mijn hand te doen. Maar ik ga vandaag wel even een pedicure doen, want het is echt zwaar nodig. En het ziet er echt niet uit. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Het is vandaag trouwens niet warm. Het is best wel frisjes. Het stond op dat het 24 graden werd, maar ik vind het eigenlijk best wel frisjes. Ik heb letterlijk echt een heel chille outfit aan. Ik heb een shirtje aan en een zwarte pantalon met heel veel stretch voor mijn opgeblazen buik. Mijn slippers hieronder, want ze zijn gewoon echt heel erg fijn. Met de pedicure doe ik eigenlijk altijd slippers aan. En dit is dag 2 en mijn handen zijn nog opgezwollen en mijn voeten ook. Ik denk dat ik ongeveer een weekje nodig heb, zodat zeg maar al die vocht gewoon weg is. En ik moet sowieso nu echt gezond gaan eten. Als ik wil dat het sneller gaat. Want anders blijf ik letterlijk zo. Vooral als ik zeg maar nog suikers blijf eten en koolhydraten. Dan blijf ik gewoon zo opgezwollen. Dan weet ik niet meer waar heb ik mijn auto geparkeerd. Zo, ik heb een pedicure gehad. En normaal gesproken ga ik altijd een beetje voor dezelfde kleur. Maar ik ben vandaag voor lila gegaan. Ik heb het even voor jullie gefilmd. Ik vind het eigenlijk niet zo erg om zeg maar voor een kleurtje te gaan op mijn teennagels. Maar op mijn handen vind ik het wel echt heel erg storend. Omdat ik het echt zo snel zat ben. Trouwens echt een van de beste pedicures ever. Want ik wil echt de hele tijd slapen gewoon. Ik zat op zo'n massagestoel en het was gewoon zo lekker. En ze deed alles zo heerlijk zacht. Ik wil gewoon de hele tijd in slaap vallen. Echt. I love it gewoon. Ik ga nu weer lekker naar huis. Ik moet even koken. Nesim is gewoon weer zo'n serie aan het kijken. Ik denk dat ik vandaag voor vis ga. Ik
weet niet zo goed wat ik erbij moet maken. Ik denk misschien salade of zo, lekker fris. Zo, ik ben net thuis. Ik had even onderweg Nessie gebeld om te vragen wat hij wil eten. En hij zei dat hij heel erg zin had in chili con carne. En dat wil ik eigenlijk niet koken, want ik denk van ja, ik heb al vis en zo gehad. Maar ja, het is toch in de diepvries, dus het maakt niet uit. Dus ik ben even naar de supermarkt geweest. Even weer boodschappen gedaan. Ik ga even chili con carne voor hem maken. Hij voelt zich echt niet lekker gewoon. Hij heeft echt hoofdpijn. En ik denk dat komt door de lange reis. Dus ik ga het gewoon lekker voor hem maken. Normaal gesproken eten wij het dus met rijst. Maar ik heb even biologische bulgur gehaald. Dus ja, dat scheelt een beetje. En ik heb trouwens mijn eerste pakketje opgehaald. Ik heb een pakketje van Benefit en ben hier echt heel blij mee. Ik heb namelijk de Roller Lash Mascara gekregen. En deze vind ik altijd zo erg goed. Dit is voor de krul. Dan heb je deze, de paarse, of ja, de zwarte. Die is voor de volume. Die heb ik nog nooit gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd. En dan heb je deze. They Are Real. Die zie ik wel eens voorbij komen. En deze is echt voor de lengte. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, dit is ongeveer wat je nodig hebt voor het gerecht. Volgens mij heb je het echt heel vaak al voorbij zien komen. Wij zijn echt fan van chili con carne. Maar dit is het ongeveer. En normaal gesproken maak ik rijst. Maar voor vandaag heb ik even biologische bulgur. En tijdens het koken drink ik altijd een colaatje zero. En soms doe ik het gewoon in zo'n wijnglas of zo. Dan lijkt het alsof ik wijn aan het drinken ben. De feeling is gewoon leuk. Kijk hoe schattig mijn kindje. Zo lief. Zo, even snel een halve ui gesneden. Zo. Olijfolie in een pan. Half ui erin. Knoflook. 300 gram vlees erbij. Dat vind ik echt de perfecte hoeveelheid voor twee personen. Dan kan je de volgende dag er ook nog van eten. Een kwart paprika gesneden. Groene paprika gebruik ik altijd. En dan al deze kruiden. Ik wissel het eigenlijk heel erg vaak af met kruiden hoor. Maar ik heb hier dus zout, knoflook, peper, gemalen koriander, chilipoeder, heel weinig voor Nessie. En gemixte kruiden uit Irak. En wees niet bang om je eten te kruiden. Kijk. En heel veel peterselie erbij. Mijn gerecht is bijna nooit af zonder peterselie. Nu gaat de paprika erbij. En vier van die kleine tomaatjes. En dan ga ik nu even de bulgur maken. Dat doe ik in deze pan. Ik begin weer met olijfolie. Oeh, wel echt te veel olijfolie. Ik heb nog een beetje vermicelli, dus die ga ik ook even gebruiken vandaag. Hier voegen we nu even tomatenpuree toe. Ik doe altijd lekker veel en dan laat ik het gewoon rustig pruttelen. Ik ga ondertussen een heel simpele salade maken met tomaatjes, komkommers en olijven. En daarin doe ik deze bio appelsiederazijn. Ik had gelezen dat het heel goed is als je dus vocht vasthoudt. Dus dat ga ik vandaag even uitproberen. Nessie is wakker. Wij gaan even de vuilnis buiten zetten en even een ijsje halen. Nou, wel een goede eerste gezonde dag, jongens. Echt? Als je mag. Oh, heel goed. Wel beter dan naartoe kijken in ieder geval. Ja. Yes, dankjewel. Mag ik een bol kokos? Ja. Oh, ik ben onderweg naar Hon. Wat de fuck is met mijn staart? Ik moet er even iets ophalen. Ik was even iets vergeten en ze appte mij dat ik het even moest ophalen. Dus dat ga ik nu even doen. Het is heel lekker weer, maar het is best wel afgekoeld nu. Dus ik heb even mijn jas mee voor het geval we ergens gaan zitten. Je weet mij nog niet bom. Ja, dat een beetje. Oké, guys, ik wil echt zo graag beginnen met windweefselmassages voor mijn bovenbenen. Want
Ja, ik heb natuurlijk een aantal heel veel gezwommen. En dan kijk je in de spiegel en denk je van... Mijn bovenbenen zijn niet meer zo strak als eerst. Dus ik wil echt gewoon starten met binnenweefselmassage. Dat ik gewoon echt mooiere benen krijg gewoon. En dan gewoon echt 12 behandelingen ofzo. Want ik heb dus gelezen dat je na 12 behandelingen echt goed resultaat krijgt. En daar wil ik best wel voor pijn lijden. Want ik weet dat het heel veel pijn doet. Ik heb het wel eens gedaan. Maar dan heb ik het echt over 2 jaar terug ofzo. Toen heb ik het na 2 keer opgegeven omdat het zoveel pijn deed. En ik wil het nu eigenlijk volhouden. Ik ga even kijken bij wie ik naartoe moet. En daar zijn we weer. Kijk, ik heb voor de zekerheid een jasje meegenomen. Ik dacht het is fris. Ik zei nog tegen hon. Neem een jasje mee, want ik denk dat het best wel fris is. En nu zit zij hier gewoon koud te leien. Ze heeft nu een theetje besteld. Het komt echt nooit voor. Honnie die thee besteld. Nee. Honnie wil dus hierna naar de KFC. En ik heb haar gezegd dat het niet mag. Ik ga er niet heen rijden. Dus ga maar lekker iets gezonds uitkiezen. Zeg, Mena dwingt mij, hè jongens. Je mag kippensoep. Mena dwingt mij gewoon, hè, voor gezond eten. Wat heb je nog meer? Wat heb je nog meer, hon? Wat kan je nog meer? Gebak. Nee. Hier, kippenvleugels. Echt geen grap, voor honing is salade gewoon echt een straf voor. Als ik jou aan een salade kan krijgen... Ja, nee, meer. Ik dus, dat is echt niks voor mij, salade. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben niet geboren om salades te eten. Ik ben net thuis. Nessie is even PlayStation aan het spelen. Voel je het nou trouwens beter, Nini? Ja, beetje wel. Ik ga denk ik even een pizza maken met de bloemkoolbodem. We hebben nog allebei een beetje trek. Normaal gesproken eten we echt per persoon eentje. En we gaan even allebei de helft van een pizza eten. Zo, even sneller jellen. Oké, 3 keer raden guys welke mijn helft is. Welke denken jullie? Deze kant of deze kant? Let me know. Guys, ik ben weer eens te lui om mijn... Wou je roddelen? Ja, met je mannen? Mannen roddelen ook hoor. Voor het geval je nieuwsgierig bent. Mannen roddelen ook. Ik ga mijn make-up weer eraf halen. Op een foute manier, want ik gewoon lui ben. Ja, mannen roddelen ook hoor, jongens. Wat denk je dat ze aan het doen zijn? Urenlang PlayStation. Gaan ze feesten? Wie? Wie? Oh.